De allereerste Marga Jacobs Milieuprijs is gewonnen door de vrouw die een gerechtelijke aanval opende op staalbedrijf Tata Steel. Antoinette Verbrugge uit Wijk aan Zee heeft zondag de allereerste Marga Jacobs Milieuprijs gewonnen. De prijs is in het leven geroepen na het overlijden van de Nijmeegse Marga Jacobs in 2020. Zij zette zich met hart en ziel in voor een betere leefomgeving. In het verlengde van haar gedachtegoed wordt vanaf nu tweejaarlijks een prijs uitgereikt waar haar naam aan is verbonden. De prijs werd uitgereikt in de oude fabriekshallen van de Honig. Uit 4 genomineerden koos de jury uiteindelijk voor Verbrugge, die zich enorm vereerd voelde. Ontroering. Dat je een prijs krijgt die gestoeld is op een hele bijzondere vrouw, Marga Jacobs. Ze leeft natuurlijk niet meer, helaas heel verdrietig. Maar dat haar geest en haar werk voortgaat, dat vind ik zo bijzonder. En dat je daar dan een deel van mag zijn, een deel in die keten. Ja, Marga Jacobs, overleden in 2020, was eigenlijk een van de eerste echte milieuactivisten. En nog uit Nijmegen ook. En die wist met heel veel onderwerpen op de kaart te brengen. Maar daarbij had zij ook het vermogen met haar karakter, met haar goede eigenschappen, om mensen ook te verbinden met elkaar. En met mensen ook aan tafel te gaan. Waardoor ook echt de onderwerpen die het milieu vervuilen en ook echt schadelijk zijn voor de gezondheid, op de agenda aan te pakken. Verbrugge woont zelf in Wijk aan Zee, een gebied dat direct de gevolgen ondervindt van het staalbedrijf Tata Steel. Ze komt op voor de gezondheid van haar omgeving en deed hiervoor onder meer aangifte tegen het bedrijf. Als het je bedreigd wordt, wat doe je dan? Dan ga je aangifte doen. Dus ging ik naar de politie. Ik werd eerst enorm tegengewerkt. Maar ik wist dat het mijn recht was. Ik ging naar de politie. Ik heb aangifte gedaan. Ik heb allerlei mensen gevraagd, ga dat ook doen. En binnen een week dacht ik, ja, dat is wel een goed idee, maar nu hebben we wat mensen gemobiliseerd en ook wat journalisten. Maar dit moet groot worden, dit moet niet regionaal blijven, dit moet landelijk worden en daarom en nog naar buiten. Inmiddels is dat ook zo natuurlijk. Dus moet de beste strafpleiter van Nederland aangifte gaan doen, samen met zoveel mogelijk mensen en organisaties. Dus dacht ik aan Benedikt Fiek. Dus vroeg ik een moeder uit het dorp, Sanne Walvis, ga je mee? We moeten naar Fiek. We gaan het wel zien. Maar ze zegt vast ja, ik zie het helemaal voor me. Nou, Antoinette, die voor Tata Steel natuurlijk, voor de mensen die daar wonen, vecht voor hun gezondheid. Die heeft alles wat Marga in zich had, die heeft zij ook met een energie, met een doorzettingsvermogen, strijdvaardig. De prijs bestaat enerzijds uit een geldbedrag van €500 en anderzijds uit 2 producten die kenmerkend waren voor Marga Jacobs. Ja, nou, Marga Jacobs, ik heb haar zelf helaas nooit in levende lijve ontmoet, maar ik heb heel veel van haar gehoord. Die had altijd thee als zij de mensen bij elkaar bracht van wie ze iets gedaan moest krijgen. En chocola. Dus vandaar dat wij een mooie theepot hebben uitgezocht. Die is beschilderd ook met het thema van leefmilieu. Dus aan de ene kant van de theepot zie je de zwarte wereld. Aan de andere kant de wereld die we zouden willen zien en waar het naartoe gaat. En natuurlijk die theepot die staat voor de manier van verbinden, manier van empoweren van mensen. En daar hoort ook chocola bij, want dat had Marga ook altijd bij zich. De Lego trofeeën stonden zaterdag klaar voor de First Lego League die plaatsvond op de Ham. Een groot feest voor leerlingen uit de regio Arnhem en Nijmegen die met een eigen gebouwde robot de strijd met elkaar aangingen. De leerlingen moeten de robot zelf programmeren om zoveel mogelijk opdrachten goed uit te voeren. Op de wedstrijdtafel zie je allerlei missies uitgestald, zeg maar. En kinderen moeten zoveel mogelijk missies proberen op te lossen in 2,5 minuut. En wat je ziet is dat scholen tegen elkaar opnemen om zoveel mogelijk punten te behalen. Ja, we hebben zelf gemaakt. We hebben vooral gelet op dat hij niet heel groot is, maar ook niet zo heel klein. Met verschillende opzetstukken.
daar hebben we toch wel veel missies kunnen doen. Ja, het zijn allerlei Lego-bouwsels, zo'n 17 missies. En dat kan zijn om het ene Lego-blokje naar het andere te brengen. Bijvoorbeeld om het licht aan te krijgen door de robot te programmeren. Elk jaar staat er een ander actueel thema centraal. Dit jaar heet het thema Masterpiece. Dit jaar is dat het thema kunst en cultuur. Dus hoe breng je je eigen kunst en cultuur op zo'n mooi mogelijke manier over op de omgeving. Dus het kan zijn op school of bij je vriendenfamilie. Dat wordt gepresenteerd voor een jury. En ook daar wordt ze op beoordeeld. Ja, en als je hier wint, wat win je dan? Ja, je wint een plekje voor het NK. En je krijgt ook een paper. Die staat daar. Zo'n Lego trofee. Zeg maar een soort van trofee gemaakt van Lego. De deelnemers moeten hun fantasie gebruiken om op nieuwe manieren kunst te creëren en te verspreiden. We leven in een steeds digitaler wordende wereld met allerlei uitdagingen voordien. En wat zo mooi is aan leerlingen en aan de kinderen die hier aanwezig zijn, is dat ze van... En daar kunnen wij als volwassenen heel wat van leren, is dat ze van een groot probleem iets kleins maken en daar een innovatieve oplossing voor presenteren. Het is gewoon leuk om hier te zijn. Weet je? Je werkt hier een half jaar naartoe en dan sta je er en dan denk je... En in het begin sta je in het begin gewoon... Wat moet ik verwachten? Hoeveel punten gaan andere teams maken? Hoe gaan zij het doen? Ik vind het leuker dat je wordt aangemoedigd door vrienden, maar ook dat je je vrienden aan kan moedigen. En dat je hier gewoon bent met een hele groep. En we gaan toch echt voor die winst. Bewoners van de Tiende Straat van de Vorstenkamp in Nijmegen zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een harde knal. Bij een tussenwoning bleek een ontploffing te zijn geweest. Het huis liep daardoor flinke schade op. Het mogelijke explosief ging even na 1 uur af. Door de enorme knal sneuvelde de voordeur en een grote raam op de begane grond. Volgens de politie, die op zoek is naar camerabeelden, zijn er geen gewonden gevallen. Er wordt vermoed dat de explosie is veroorzaakt door vuurwerk, maar onderzoek moet dat nog bevestigen. Cinema Palace, bekend om zijn unieke bioscoopervaring op bijzondere locaties, komt voor het eerst naar Nijmegen. Op 17 februari transformeert het de historische Stevenskerk in een tijdelijke bioscoop. Op die avond worden er twee films vertoond, een Franse comedy en een Amerikaanse dramafilm. Tickets voor deze bioscoopervaring zijn verkrijgbaar voor €14 per stuk. Ja, en NEC en Go Ahead Eagles hebben zondagmiddag gelijk gespeeld tegen elkaar in de Adelaarshorst. In de wedstrijd waarin NEC twee keer op voorsprong kwam, moesten de Nijmegenaren uiteindelijk zien hoe de Eagles vlak voor tijd een voor velen onterechte penalty benutten. Het werd daarbij uiteindelijk 2-2. Hierdoor blijft NEC in de Eredivisie net onder de Eagles staan op een 7e plek. Ja, en het was nog even spannend of de traditie ook dit jaar kan worden voortgezet. Maar uiteindelijk trok carnavalsvereniging De Cavalieren ook deze zaterdag weer door Beek voor de verkoop van zelfgemaakte snert. De voorraad was zo'n 750 liter, net iets kleiner als voorgaande jaren. Maar de animo was weer als vanouds. Jazeker, het zou bijna niet doorgaan. Ja, dat is toch een stukje traditie wat je niet wil overslaan. En dan nog een keer met zo'n weer. Ja, dat geeft iedereen lekker weer een winters gevoel. Met een heerlijke ertessoep. Ja, op is op. Dus het is ieder jaar nog, ik geloof dat we vorig jaar op 1100, 1200 telkens zaten. Liter. En nu zitten we op ruim 700, 800 liter, begreep ik. Dus ja, op is op, helaas. Al in de vroege uurtjes staat de handel klaar op een marktkraampje bij de lokale supermarkt. De ertessoep wordt altijd 's nachts, maar nu dus gisteren al vers gemaakt. En de bewoners hier zijn altijd heel blij in het dorp, want de soep is echt nou binnen een paar uur op. Zelfgemaakt voorheen bij Calorama en nu bij een lokale slagerij in Ulft, waarvan de eigenares iemand uit Beek is. En die is bereid geweest om ons te helpen daarmee. Met het geld wat opgebracht wordt, kunnen we weer goede dingen doen voor de mensen hier in het dorp. Dat is voor de jeugdcarnaval hier. En voor het oudere carnaval bij het Hufke daar. De soep wordt niet alleen verkocht bij de lokale supermarkt. De leden trekken ook het dorp in, zodat iedereen kan genieten van de verse snert. Er zijn 5 busjes die het dorp ingaan. We hebben allemaal een stuk of 5-6 man die langs de deuren gaan. We bellen aan en dan een goeiemorgen. Wij zijn de Cavalieren, wilt u weer snert kopen vandaag? En dan is het eigenlijk altijd ja. 5 busjes door heel Beek. Ja, iedereen heeft ons een eigen wijk. En dan per busje zijn er een stuk of... 3, 4, 5 medewerkers
die dan van deur naar deur gaan. Dus probeer te verkopen. En als mensen nee zeggen van, nou nee, ik hoef niet, ik moet nog weg. Of dan proberen we ze altijd over te halen om toch iets te kopen. En soms lukt dat en soms niet. 60-70% van Beek koopt de erwtensoep. Dus ja, dus iedereen is een beetje vaste klant hier, hè? Beren met buikpijn, konijnen met kapotte knieën en apen met een gebroken arm. Je kwam het vandaag allemaal tegen in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. Zo'n 75 kleuters uit de omgeving brachten hier hun zieke of gewonde knuffelbeer naar het Teddy Bear Hospital, waar de medische studenten klaar stonden om hem beter te maken. Hier om de hoek zijn alle kinderen al druk in de weer met pleisters en verbandjes. Onze eigen Ad heeft een beetje last van zijn schouder. Dus we gaan even naar binnen om een onderzoek te doen en kijken of we onze eigen Ad ook kunnen helpen. Goedemorgen, we zijn in het Beren ziekenhuis in het CWZ in Nijmegen, georganiseerd door IFMC Nijmegen. En we gaan hier heel veel knuffels beter maken, samen met allerlei kleuters uit Nijmegen. Ja, want we hebben natuurlijk onze eigen knuffel Ad ook meegenomen. Ik denk dat hij een gebroken arm heeft. Wat gaan jullie dan daarmee doen? We kunnen eerst een foto maken om te kijken of hij echt een gebroken arm heeft. En daarna kunnen we naar de operatiekamer en eventueel nog medicijnen toedienen. Nou, zullen we dat maar even gaan doen dan? Ja. Wat is er met jouw knuffel aan de hand? Die heeft pijn. En waar heeft hij pijn aan? Aan zijn knie. En hij is ziek. En waar heeft hij last van? Hij heeft overal pijn. Hij heeft hoofdpijn. Ik heb de oor al gehoord. En dan mag hem in het rekje zetten. En de pootje. En niks anders. We zijn bij de röntgenkamer. Wat gaan we doen? Je mag je knuffel hieronder leggen en dan gaan we een foto maken om te kijken of dat het armpje echt gebroken is. Helemaal goed. En dan mag je op deze knop drukken. En dan is de foto gemaakt. En dan kan je zien dat het armpje inderdaad gebroken is. Nou, we vinden het vooral heel erg belangrijk om de angst voor het ziekenhuis bij kinderen te verminderen. Want een ziekenhuis is heel spannend, al die witte jassen. Maar nu laten we zien van, kijk, het ziekenhuis is soms ook best wel leuk. En er zijn allemaal lieve doktoren die je gewoon heel erg graag willen helpen. Nee, zeker. We zien echt wel, ook vooral kinderen die al dingen hebben meegemaakt, zien we dat ze gewoon hier heel gestrest, gespannen binnenkomen, want weer naar het ziekenhuis. En dan uiteindelijk komen ze helemaal blij en relaxed terug en hebben ze toch wel weer een mooie positieve ervaring meegegeven. Dus ik denk zeker dat het heel belangrijk is. Schumke, nuilen of luzepoten, allemaal typische Nijmeegse woorden die velen van ons wel kennen. Maar wie spreekt er nu eigenlijk het beste Nijmeegs? Dat werd dit weekend voor eens en altijd besloten in Café Het Haantje, waar het allereerste WK Nijmeegs lullen plaatsvond. Nou, we gaan vooral op letten of de deelnemers warmte kunnen overdragen. Warmte voor het Nijmeegs gelul. Dus we zijn wat minder streng met of het tiet of tijd is, of dat het uut of uit is. Maar we willen vooral dat zij kunnen overbrengen dat ze van Nijmeegs lullen houden. Daar letten we op. Nou kijk, ik vind dat je in zijn algemeenheid altijd aandacht moet blijven houden van waar je vandaan komt. En dat hoort ook bij het mooie Nijmeegs dialect wat gesproken wordt. En we weten in onze stad, waar natuurlijk heel veel mensen wonen die niet oorspronkelijk uit Nijmegen komen, dat dat toch anders is dan bijvoorbeeld de streek waar ik vandaan kom. In Limburg, daar spreekt eigenlijk iedereen dialect. En ik vind het daarom wel heel goed dat het zo gebeurt. En het zal ongetwijfeld, zoals bij Nijmegen naar gebruik is, met een knipoog gebeuren. Maar ik ben benieuwd. Maar hoe word je nou echt goed in Nijmeegs lullen? Ja, geboren worden eigenlijk. Meer hoef je niet te doen. Je moet hier gewoon geboren worden. En de rest gaat vanzelf. Het is eigenlijk gewoon outfit op elkaar afstemmen. Ja, kijk een beetje rond naar jullie. Ja. Ik heb filmpjes van Jo Jansen gezien. Jo Jansen van de Partij Gewoon Nijmegen.
hebben we even gekeken. De deelnemers moeten goed hun best doen, want de concurrentie is moordend. Het is gewoon echt een sterk veld dit jaar. Het is echt gewoon een sterke concurrentie. Dus pittige kansen, maar we zijn goed voorbereid. Dat helpt. Er zullen ongetwijfeld een aantal mensen zijn die zodanig goed Nimburgs praten dat je moeite moet doen om het te verstaan. Dat is mijn ervaring. Maar ik heb gehoord dat mijn grote vriend Henny Linders er ook is. Nou, dan let maar op. Daar kunnen er niet veel tegen op. Om kampioen te worden moet je van alle markten thuis zijn. Nou, ze zingen liedjes. Ze moeten een bepaalde tekst afmaken. En we hopen wel dat we daaruit kunnen merken dat ze echt wel terecht hier bij het WK Nijmegen zullen komen. Dus er moet zeker bij hun warmte in zitten, ja. Ja. Na een prima maandag verandert het weerbeeld op de dinsdag een klein beetje. In de ochtend kan de zon nog even schijnen in de regio, maar al snel trekt de lucht dicht en verloopt de dag verder bewolkt. Het zal in eerste instantie nog lang droog blijven, maar later op de dag is een enkele bui niet uitgesloten. Het is wel zacht met zo'n 12 graden. De dagen erna krijgen we meer van hetzelfde. De dagen zullen grijs verlopen, maar voor het grootste deel wel droog. Op woensdag is het daarbij iets frisser met een graad of 9. Donderdag iets meer kans op een bui. Pas richting het nieuwe weekend zal de kans op een bui verder toenemen. Tot zover het RN7 regionieuws van maandag 29 januari. Kijk voor het laatste nieuws op onze website rn7.nl en volg ons uiteraard ook even op de sociale media. Morgen zijn we weer bij je terug. Dan presenteert de gemeente Nijmegen onder meer de nieuwste criminaliteitscijfers van de stad. Ik zeg graag tot dan.